Winnaar is bekend. De prijzen zijn verdeeld. Maar eigenlijk is er meer dan één winnaar dit weekend. Neem bijvoorbeeld Benjamin Tan. Hij durfde het op te nemen tegen de echte pro's tijdens Beat the Pro. Wij lopen een dagje met hem mee. Welkom op dag 4, de finale dag van het Dutch Open 2021. Benjamin, welkom. Je staat hier op hol 8 op Bernardus Golf in Kromvoort. Je gaat zo meedoen met Beat the Pro. Heb je geoefend? Zeker. Ik heb goed geoefend. Ik heb 2 keer in de week of zo heb ik golf, dus dan oefen ik daar. Ik heb ik heb een kaartje, een boekje met de hole, dus dan kun je goed kijken hoe ver ik moest slaan. Dus dan gingen we daarop focussen. Speciaal lessen genomen voor deze ene dag. Ja, zeker. Het is best spannend hier, hè? De decks zijn vol hier om ons heen. Mm-hmm. Gaat dat nog meespelen of denk je dat komt wel goed? Ja, komt wel goed. Ik denk dat we gewoon spelen en dan komt het gewoon goed. Heel goed. Heel veel succes zometeen. Geniet er ook een beetje van. Ja. En volgens mij gaat het helemaal goed komen. Dankjewel. Roberto, we staan hier op hol 8. Benjamin gaat hier zometeen proberen de pro's te verslaan. Hoe is het met jou zenuwen? Ik ben oké eigenlijk. Ik heb net tegen hem gezegd, kijk, als je alleen maar concentreert op het slaan, kan het alleen maar tegenvallen. Dus ik zei eigenlijk, begint Beat the Pro al vanaf het moment dat we in de auto zitten. Dat is het al. In de auto zitten, wandelen er naartoe, kaartjes laten zien, inslaan. Het is die hele reis. En uiteindelijk mag je ook nog slaan. Gaat hij de pro's verslaan? Tuurlijk. Geen vraag. Volgend jaar weer Beat the Pro, weer op Bernardus. Zien we jou dan ook? Als Benjamin wint, dan laat ik de familie eer bij hem. Okay. Als hij niet wint, dan geef ik ons weer een uitdaging. Houd jaar. Ja, is goed. Okay.